tijdens het vasten heb ik me bewust van gemaakt dat we niet als politici niet alleen met onze mond moeten zeggen de mens staat centraal, maar ook met onze daden. Mooie woorden zijn niet meer genoeg. Daarom, vanuit mijn benadering wil ik onze politiek voering ook halal maken. Halal politiek betekent dat de mens, de hoogste schepsel op aarde, centraal staat. Halal politiek betekent geen valse beloftes meer. Geen leugens meer. Halal politiek betekent doe wat je zegt voor het volk en zeg wat je doet voor het volk. De politiek halal maken? Ja, het is tijd dat we de politiek halal moeten maken. Net zoals we halal voedsel hebben geïntroduceerd en halal banking is tijd voor halal politiek. Halal politiek betekent geen beloftes meer. Halal politiek, de waarheid spreken, ook al doet de waarheid soms pijn. Je weet, de Engelsen zeggen het is better to be hurt by the truth than to be comforted by a lie. Het is beter om je onprettig te voelen bij de waarheid dan prettig bij een leugen. Halal politiek betekent doen voor het volk wat je zegt en zeg wat je doet. Ik denk dat we, als we dat doen, we een goede basis leggen voor een goed Suriname, voor de goede toekomst voor u en uw kinderen. Dus halal politiek wil ik graag introduceren. Wanneer gaat u beginnen of bent u al bij uzelf begonnen? Gewoon, ik ga met Stownus praten hoe we dat gaan doen. Ik ben al begonnen. Je weet, als ik iets zeg, dan begin ik en ik laat het uitrollen. Ja. Minister Binnenlandse Zaken heeft gezegd, hij wil politiek halal maken. Bent u daarmee eens? Wat is dat? Wat? Hij zegt, het komt erop neer dat geen beloftes meer. Je moet gewoon doen wat je zegt. Maar dat moet het zijn toch? Je moet niemand gaan beloven en je gaat het niet waarmaken. Vandaar dat ik niemand iets beloof. Als ik iets beloof, dan moet ik dat kunnen doen. Als Suriname ben ik heel goed op de hoogte van de bijdrage van de moslim aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. En als waarnemend president vraag ik u om uw blijvend inzet. Samen met moeten wij mensen van verschillende religieën, etniciteit en culturen dit land van ons maken tot een mooi land voor ons, onze kinderen, kleinkinderen en elke generatie. Ik wil u allen complimenteren en feliciteren voor het organiseren van deze succesvolle en prachtige gebedsdienst van Eid Mubarak toegewenst. Dank u. Takbir! Takbir! Broeders en zusters, kipi dat we gezegend zijn. Te midden van deze droogte hebben we een beetje regen gehad vanochtend. Alhamdulillah.